Yo gasten, een hele goede dag allemaal. Arjen hier en vandaag weer een nieuwe live commentary op Modern Warfare 3. Ja, dit is direct opgenomen na het potje van gisteren, denk ik. Of misschien eergisteren. Ik denk gisteren. Potje van gisteren met de MP7 op Carbon, waar ik gelijk hem al ophaalde in mijn eerste potje. En nu ga ik gelijk dood. Maar ik dacht, ik ga er gelijk nog een potje achteraan doen. Want ja, dit kan ik gewoon niet doen. Ik moet het gewoon doen. Waar de fuck is deze enemy heen? Oké, hij ging naar boven, maar ik word gelijk gekilld. Oké, nice. Connectie is niet op haar best. Maar ik speel met de MP5. En ik dacht, ik moet gewoon gelijk nog een potje erachteraan doen. Want deze lobby is echt zo'n lobby die je echt maar één keer in de 50 jaar tegenkomt. Ook al is dat heel overdreven. Maar het is een hele goede lobby teammate. Wauw. Vooral niet achter je kijken of zo. Of op je radar kijken. Oké, er stonden er op de dome, dat zag ik toevallig. En daar loopt iemand, die heb ik. Kijken of we op de dome nog mensen kunnen killen. Gewoon sprayen, niks geraakt. Even kijken waar ze spannen. Ik denk dat teammate daar rechts heeft gecoverd. Dus ze. Oh shit, daarvoor ja. Oké, daar liep iemand. Die heb ik. Oké, dan nog twee. Oh-oh. Mijn aim is wel weer lekker, dat moet ik wel zeggen. Mijn aim is wel lekker. Oh-oh. Ook al had ik hier waarschijnlijk al 50 keer dood moeten zijn op deze streak. Maar ik heb er geen woorden voor. Het gaat gewoon lekker. Lag. Dat hebben we wel dan. Lag. Oh shit, en dan spannen ze daar, ja. Oké, dat is jammer, maar. Helaas, 13-3 tot nu toe. Dat is prima. Daar ben ik zeker wel blij mee. Alleen ik weet even niet waar ze spannen. Daar in ieder geval eentje. Ik zag hier ergens. Ja, daar zo. Oké, is er hier nog ergens iemand of hebben teammates het? Ik denk dat teammates het gekild hebben. Het restant van mensen dat hier was. En dan is er hier voor de rest niemand meer. Dan denk ik dat ze dome spannen. Ook al is dat de dome en dit een of ander gebouwtje. Oké, hij wou mijn panic knife, teammate heeft me gesaved. En ja, loopt daar headshot, boom. Gooi we portable radar neer, kijken of hij hier gelijk weer spant. Iemand zag ik in ieder geval wel. En dit potje gaat ook weer lekker. En hij staat gewoon AFK. Hem kunnen we backrepen. Hem kunnen we backrepen. En dan weer doorrennen. Sandtaxje gooien. Maar dit gaat zeker wel lekker. Hem hebben we ook. En ik werd beschoten. Dus ik ga nu gewoon wegrennen op dit moment. Hij komt daar weer aan. Ik heb het gevoel alsof ik deze lobby ook makkelijk omhoog had kunnen halen. Alleen het is alweer te laat in het potje om hem op te halen. Maar holy shit, het had makkelijk gekund in dit potje. Oh shit. Get owned, son. Die zijn echt wel geowned. En dan spannen ze hier achter weer ergens of zo. Waar de fuck werd ik vandaan beschoten? Ik weet het niet. Nou, ik ren maar gewoon door. Laat mijn teammates maar oplossen. Hier spande er in ieder geval iemand. Daar. Oké, jammer, die heb ik niet. 27-3. Ik ben op dreef, jongens. Holy shit. Maar dit was een heel snel potje. Dus ik ga gelijk nog een potje hierna doen. Gewoon in deze lobby blijven. Want ja, 27-3. Nu al krijgen we misschien een andere map ook nog lekkerder. Dus dat is aangenaam. Lekker. Even een slokje water. Moet ook kunnen. Mensen moeten ook drinken. Oké, en dan is het even kijken. Terminal is meestal kloten, dus ik ga voor resistance. MP5 heb ik nieuwe shit unlocked. Ik weet het niet. Echoscope, ja, die zet ik er dus niet op. Stemoverslag, maybe. Deze had ik nog niet aangepast naar de 417 MOABs. Van de afgelopen MP7. Ja, MP7 live commentary. En het feit dat mijn stem voor Resistance nu niet geregistreerd is. En dat 417 niet is veranderd. Oké, ja, de host is gewisseld. Dat bedoel ik. Host is gewisseld. Ga ik even kijken of ik op Resistance kan komen. Maar dan wil ik wel met een ander wapen spelen. Welk wapen dat gaat zijn, dat weet ik niet. Wat is leuk om mee te spelen? M4. M4 Red Dot Extended Mags. Ja, dit is wel leuk. Met blue. Camo, scavenger kan wel. Quick draw is nodig. Stalker. En die perks vind ik
Ook wel prima. Oké dan. Dan gaan we nu met de M4A1 spelen zoals het er nu naar uitziet. Of Terminal of Resistance. Ik weet het niet. Oké, iedereen is geliefd. Nice. Dan gaat hij waarschijnlijk naar een andere lobby. Of er komen andere mensen naar deze lobby. Maar dat lijkt me stug. En als het nu niet binnen 3 seconden gebeurt, dan ga ik naar een andere lobby zoeken. Ja. Ik ga naar een andere lobby zoeken. Andere team deathmatch lobby. En binnenkort Domination live commentaries. Gewoon wat langere commentaries. Maar ik zit nu eventjes kort aan tijd de afgelopen dagen. Dus zo te zien hebben we een nieuwe lobby. Die gast muten we. En what the fuck? Ik snap echt niet hoe ik in deze lobby's blijf komen. Misschien is dat omdat ik niet geprestiged ben. Maar dat zou geen flikker uit moeten maken. Want je wordt volgens mij ook een beetje op KD gegooid. En mijn KD is momenteel 3,19. Als ik dat goed heb. Ja, 3,19 is mijn KD. Dus dan kan ik me niet voorstellen dat ik telkens in zulke lobby's word gegooid. Maar ja, prestige, dat vind ik nu waardeloos. Want alle wapens die worden weer gereset dan. En ja, dat wil ik gewoon niet hebben. Want ik heb al op mijn oude account tot en met prestige 20 geleveld. En ja, ik heb gewoon geen zin om dat weer te doen. En nu hou ik deze gewoon lekker voor live commentaries, voor random play. En zo te zien krijg ik één splitscreener bij me van level 14 en 15. En ik heb twee splitscreeners tegen me. Op terminal, team deathmatch. We zullen eens eventjes zien wat dat ons brengt. Dan gaan we het maar gewoon eens eventjes spelen. Team deathmatch terminal. Come on. Laden, laden. Oké. M4A1 heb ik gezegd. Of zal ik met een ander wapen? Nee, M4A1. Met specialist natuurlijk. Want ik heb het zelf ook al gemerkt. In live commentaries. Als ik dan met specialist speel, dan speel ik veel actiever dan als ik met assault of support streaks speel. Wow, waar ging mijn aim naartoe? Ja, ik had kunnen weten dat daar mensen gingen zitten. En we blijven een 3-bar houden. Host met een 3-bar, dus dat is kloten. Maar daarachter zat er in ieder geval eentje. Ik denk dat er hier ook al mensen zitten. Twee man. Holy shit. Die zitten gewoon elkaars aanbijen te likken of zo. Ik weet het ook niet. Aanbijen likken. Hoe kom ik daar nou weer bij? Nou ja, het zal allemaal wel. Semtexje gooien. Wat? Oh, die ligt daar gewoon. Wauw, hoe zag ik dat niet trouwens? Ik ga even een andere weg, want als ze daar telkens zitten te campen, dan heb ik er ook geen zin in. Dus dan ga ik het via een andere kant aanpakken. Close range. Met de M9. Oh, wegwezen. Ze zitten daar gewoon in hun spawn te campen. Holy shit, blind eye overkill. Nice, maar niet heus. En ik vind als je blind eye gebruikt, aan het begin van een match. Hoe had mijn Semtex daar geen hitmarker? Oké, hij liep daarachter nog. Wauw, deze mensen spelen echt zo passief. Maar als je blind eye gebruikt aan het begin van de match, dan denk je echt van, what the fuck? Dan heb je er ook totaal geen benul van, hè? Waarom zou je beginnen met blind eye, terwijl er aan het begin nog totaal geen streaks in de lucht kunnen zijn? Dan zou ik zeggen, wissel daarna. Wauw, ik blijf dezelfde fout maken. Ik blijf er gewoon op afrennen. Nou ja, dan hebben jullie het tegenovergestelde ook een keer meegemaakt, dat ik een klootpotje heb. En hij lagt hem nu. Leek eventjes. Teammate werd hier gekild. Iemand die daar zat, denk ik. Ik weet het niet. Ik zie niemand. Het lijkt hier clear. Daar zit ook niemand. Ik werd van de zijkant geraakt. En ze zitten daar gewoon te campen alsof ze iemand in een spawntrap hebben. Maar wij spannen hier. En hun zijn degene die daar spannen. Dus het zal allemaal wel. Deze mensen die weten niet hoe je dit spel moet spelen. Daar ligt die gast nog steeds. Die is nu eindelijk dood. Hem heb ik ook. Oké, en ik heb zo'n gevoel dat ik nu echt op een streak ga. En dan zul je zien dat ik over 2 seconden alweer dood ben. In ieder geval weet ik dat daar iemand lag. Weet ik dat daar iemand zat. En daarom kun je je killcams zo goed gebruiken. Je weet gewoon waar de mensen, ja, zitten. En dan kunnen we ze nu een beetje pakken. Kijken of hierachter nog iemand zit. Nee. Predator komt ergens op mijn teammate. En dan weet ik nu eventjes niet waar ze spannen. Ik denk buiten bij het vliegtuig.
Uh-oh, Predator. Oké, okay, die is niet voor mij gegaan. Nice. Het kost wat kogels, maar ik heb hem gewoon niet. Teammates hebben hem. Oké, okay, nu ga ik op dreef. Semtex gooien. Oh, dat een kill was. En nog een tweede kill, een hitmarker bezorgd. Dus die is nu getagd. Oh shit, jij ligt daar gewoon. Daar spant er eentje. Maar hier beneden zit ook die ene gast die ik getagd had. En jij zit daar. What the fuck doe jij daar? Jou. Oh shit. Hoe de fuck heb ik dit allemaal overleefd? En ze blijven maar komen. Oh, ik laat het team mij dit wel oplossen. Hij ligt daar in final stand. Daar staat de sentry, maar die kan mij niet raken, want ik heb blind eye inmiddels. Hè, dat duurde ook een tijdje voordat ik hem eindelijk had. Maar nu eventjes over een aantal scavenger packs heen lopen. Die kerel daarachter killen. En die kerel ligt daar zo. Jullie zijn geowned. En nu speel ik even full focus, omdat ik op een best wel lekkere streak ga. En ja, dan wil ik natuurlijk full focus. Want als ik op een streak ga, is alles mogelijk. En ik weet niet hoe lang ik nog heb. Ik weet niet hoeveel streak ik zet. Hem heb ik getagd. Die komt daar. Oh shit. Mardidom, wacht. Laat mijn teammates er maar gaan. Laat mijn teammates er maar vol in gaan. Kijk of ze doodgaan. En er komt er eentje achter me. Holy shit, ik had het kunnen weten. Maar goed. Zo kun je zien dat die gast daar weer gaat liggen. Dat daar weer iemand zit. Maar zo kun je zien dat je dus aan het begin van een potje echt zwaar kloten kan gaan. En daarna gewoon weer goed kan gaan. Zoals, ja. Oh shit. Zoals nu dus bij mij het geval. Ik wist dat hij daar lag. Jumpshotje is altijd handig dan. En jumpshot op MW3 is heel anders dan in Black Ops 2. Want Black Ops 2, ja. Ik heb het gevoel dat dat. Ik weet niet. Jumpshotten gaat daar makkelijker. Maar jumpshotten gaat. Ik bedoel, jumpshotten gaat in Black Ops 2 makkelijker. Maar dropshotten gaat volgens mijn gevoel in Modern Warfare 3 makkelijker. Dus, en een enemy die heeft nu volgens mij een triple kill met zijn Predator. Altijd leuk. En ik weet even niet waar. Oh shit, daarachter staat gewoon iemand. En nog meer. En ik weet nu niet waar deze gast zit. Het zal wel. Daarachter loopt er in ieder geval nog één. En dat was de final killcam. Jongens, 32-8. Lekker. Ik heb het goed teruggetrokken. Ik begon 2-6. Dus dat betekent dat ik uiteindelijk 30 om 2 heb gespeeld. Dat vind ik niet al te slecht. Tenminste, vanaf de. Nou, laat maar. Eindscore 32-8. Jongens, bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter voor deze lange aflevering. 450 duimpjes. Moet weer lukken. Jongens, bedankt voor het kijken. En adieu.